welkom bij een nieuwe stream. Goedenavond. Ja, we gaan zo meteen iets spelen wat ik echt al vet lang niet meer gestreamd heb trouwens. Het is Animal Crossing. Ik heb natuurlijk mijn boekje waar ik al mijn streams in bijhoud. Wanneer was mijn laatste Animal Crossing stream? Want het is nu dus 3 augustus. En mijn laatste Animal Crossing stream? Oh, 4 april. Jeetje, ik heb gewoon 4 maanden geen Animal Crossing meer gespeeld op stream. En welkom Henk. Dat heeft ook een reden. Op een gegeven moment kwam de gedachte in mijn hoofd om opnieuw te beginnen. Hey, Sharon, welkom. Dat heb ik vorige maand gedaan. Ik ben dus echt opnieuw begonnen. Eiland Ruby is er niet meer. Het is nu Eiland Moats. Heeft ook een betekenis, want Moats was een kat die ik van toen ik 11 jaar was tot ergens in... Toen ik 27 was, ze 16 geworden. Dat was echt mijn vriendinnetje toen ik thuis woonde. Ook een kat. Want ik vond het verwarrend om dan weer mijn eiland Ruby te noemen. Dus ik heb dit keer gekozen voor Moats. Weer een eiland vernoemd naar een kat. Ruby wordt al geëerd in de bit emote. Ik zal wel even een Ruby erin gooien. Zo, hoppatee. Maar Moats wordt natuurlijk nergens geëerd in mijn emote. Dus toen dacht ik, nou, dan vernoem ik nu mijn eiland naar Moats. Ze heet eigenlijk officieel Mozart. Omdat we hadden haar dus op straat gevonden toen ze een kitten van 5 weken oud was. En mijn moeder had toen op dat moment een vriend. Die had zo'n traporgel in zijn appartement staan. Moats ging als kitten erop, erin, erachter, eronder. Overal waar ze ook een opening zat, er ging klom ze erin. En zo is ze aan haar naam Mozart gekomen. En dat hebben we dus afgekort naar Moats altijd. Ja, mijn eiland is dus zo goed als kaal. Ik heb inmiddels wel een huisje. En mijn huisje is ook al 1 keer vergroot. Dus ik heb een grote kamer nu. Wat ik vooral wilde vanwege de opslag. Want ik heb de carnaval spulletjes meegenomen. Want ik wil niet nog een keer die hele hel van... Pavé wil dansen. Die wil ik niet nog een keer. Dus al mijn carnaval spullen heb ik mee. Ik heb wat spulletjes van Pasen mee. En... voor de rest niks. Geen kleding, geen andere meubels, geen klingels, geen Nook Miles. Dus echt leeg en kaal. Ik heb 2 villagers. Heb je er een nachtmerrie van? Van Pavé wil dansen? Ik heb dat dus... Ja, ik weet nog dat ik dat gespeeld heb. Ik heb nog nooit zo lang Animal Crossing gespeeld. En op een gegeven moment chagrijnig moeten doorgaan. Omdat ik wilde al die spulletjes hebben. Dus en de kraampjes en de ballonnen en de lampen. En wat heb je nog meer? De vaandels. In elke kleur. En dan kreeg ik weer een kleur die ik al had. En ik zat op het einde was ik echt chagrijnig ermee bezig. Als er weer carnaval komt volgend jaar. Ik weet niet of ze dan dezelfde spulletjes gaan doen. Of nieuwe spulletjes gaan doen. Maar als ze dezelfde spulletjes gaan doen. Hoef ik dus niet meer zo mijn best ervoor te doen. Want ik heb alles al. En het duurde ook zo lang. Dat weet ik nog vooral. Het duurde vooral heel erg lang. De 2 starters villagers die ik trouwens heb zijn Kat en Sheldon. Je kan ook weer uitroepteken villagers command. Die doet het ook weer. Ik heb ze op een huisje op het strand gedropt. Mijn fruit is kers. Mijn vliegveld is weer geel. En dat wilde ik ook graag. Want nou ja, meerdere kleuren vond ik niet erg. Maar ik wilde geen oranje. Omdat het platform waar het vliegveld op staat is ook al oranje. Dus ik wilde wel een andere kleur dan oranje. En ik ben 1 avond, ik was volgens mij een uur of zo bezig geweest. Om opnieuw te beginnen, opnieuw te beginnen, opnieuw te beginnen. Want ik wilde de perfecte combinatie van een rivier uiteinde minstens eentje aan de zijkant. Op mijn Ruby eiland staat ze allebei aan de voorkant. En ik wilde mijn stadhuis ver hebben. Die stond in het begin niet super ver of zo. Ook niet super dichtbij in mijn vliegveld. Maar ik wilde hem nu gewoon lekker ver. En ik heb de verste plek die ze aanbieden. Met 1 rivier uit het einde aan de zijkant. Ik heb de fruit kers, vind ik leuk. En ik heb dus een geel vliegveld. Maar eerst kreeg ik dus een rivier uit aan de zijkant. En het stadhuis ver weg. Maar toen kreeg ik een oranje vliegveld. Toen dacht ik, nee, opnieuw. Nu kan ik zo vaak als ik wil opnieuw beginnen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik zal jullie het eiland laten zien. Dan gaan we lekker Animal Crossing spelen. Op stream. Ja, verder, ik heb een museum heb ik al. En de winkel staat nu net 2 dagen. Het museum is ook geen tentje meer. Het is wel een voordeel dat als je opnieuw begint, dan weet je al een beetje wat je moet verzamelen. Dus ik had op een gegeven moment had ik al een hoop vissen en een hoop insecten. Die had ik allemaal gewoon op mijn eiland gedumpt. Dat op het moment dat ik kon, zeg maar, dat het museum er was. En dat ik de spullen naar het museum kon brengen, kon ik mijn zakken vullen en in 1 keer doorlopen naar het museum. Maar wat ik vandaag wil doen, is in ieder geval wat dagelijkse dingen. Kijk, daar loopt kat. Met een mandje. En de 3 huisjes staan al. Dus 3 startershuisjes, maar die zijn nog kaal. Dus misschien kunnen we wat DIY's gaan doen en alvast wat spulletjes maken. Dan wil ik volgende week... Oeh. Alessipa. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Volgende week wil ik dus gaan hunten op stream. En daar komt een spelelement bij dat je tickets kan winnen. Maar dat vertel ik binnenkort in Discord wel. Want er komt een speciaal kanaal voor. Uitroepteken Discord in de chat als je dus in het kanaal wil komen. Maar volgende week gaan we dus 1 van de villagers voor de startershuisjes hunten. Op stream. Oké. Geen nieuws. Oké, we krijgen een tip.
Okay, wat betreft je persoonlijke stijl ook zo'n drastische verandering van plan? Nou ja, ik ben opnieuw begonnen. Maar ik vond het landelijke thema wat ik op bepaalde plekken op mijn eiland had wel heel tof. Dus ik denk wel dat ik dat ga houden. Ik ga niet opeens super strak of modern of weet ik veel, keizerlijk of weet ik veel wel. Oh ja, je uiterlijk, ja. Tot ziens. Dat wist ik al. Je hoeft dat me niet te vertellen. Ja, kom maar. Hé, hey, mijn eiland is praktisch leeg. Waarom duurt het zo lang? Nou, hup. Schelp. Schelp. Kunnen we wel lekker verkopen. Oké, okay, ik ben dus nu helemaal links voor op mijn eilandje. Daar staat mijn huisje dus nu. Nou, ik heb hier een ballon en een kraampje staan. Omdat mijn opslag vol zit. Nou, die kot is helemaal klaar. Daar ligt een... Oeh. Klingelboom, klingelboom, klingelboom. Klingelboom. Zo. Monies. Hoppatee. En hout, altijd mooi meegenomen. Moet ik zo alleen nog even zoeken waar... waar mijn geldstraaltje is. Nou, hier is dus mijn vliegveld. Weer leuk geel. Ja, hier heb ik ook wat neergezet. Omdat mijn opslag vol is. Kijk, die zijn leuk. Sterfragmenten. Ik heb echt al 3 keer vallende sterren gehad. Ik ben echt 2 weken geleden opnieuw begonnen. Hoezo heb ik nu al zoveel vallende sterren? Maar hallo kat. Hier is een cadeau. Jij mag een... zo'n schelp hebben. Ja, dat is een doopvondschelp. Kijk, we krijgen wat terug. Zo. Oh, nou zie ik wel heel erg pyjama uit, hè? Ook met de joggingbroek eronder. Maar ja, het is avond. Het is avond, dus het is goed. Lekker truitje aan, joggingbroekje, Greenpeace klaar. Zo. En dit is Sheldon. Oh, ik kan hem inmiddels ook een cadeautje geven. Dat kon eerst niet. Nou, dan krijg jij ook een doopvondschelp. Wat krijg je? Een mouwloze jas. Dankjewel. Die wil ik ook even zien. Oh, dit vind ik wel even wat leuker. Iets minder pyjama-stijl. En we hebben weer Nookmiles. Daar ben ik dus vooral nu mee bezig ook. Om Nookmiles te verzamelen. Zodat we Nookmiles tickets kunnen hebben voor het hunten volgende week. Wat zijn de bonustaken die ik daarvoor moet doen? We hebben verkoop fruit. Verkoop onkruid. Plant bloemzaadjes. Vang insecten en geef klingels uit door spullen. Ja, maar moet ik spullen kopen? Hoi Bianca, lekker in de lurk. En Sharon zegt, geen slechte villagers heb je als starter. Nee, dat is prettig, toch? Dag Sheldon. Het is in ieder geval geen Boon en Hazel meer. Hoe het met mijn nieuwe eiland is? Ja, ik ben tevreden hoor. Ik wil even stilstaan, dan krijg je de map in beeld. Kijk, 1 rivier uiteinde aan de zijkant. Mijn stadhuis is super ver van mijn vliegveld. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, we hebben in ieder geval de villagers begroet. Ik heb hiervoor tijdelijk even mijn museum gedropt. En, oeh. Ja, ik moet hier ook even langs lopen. Waar ligt waarschijnlijk... Kijk, nog meer. Dankjewel. Alleen zit wel mijn opslag vol, dus dat is een beetje een nadeel. Moet ik maar snel even die hypotheek aflossen en dan kan ik een kamer erbij. Ja, mijn zakken zitten vol. Nou, laat hem maar vallen. Neem me die wel mee. Ligt er daarachter nog eentje?
Nee, alleen maar schelpen. Sharon denkt dat ze precies hetzelfde eiland hebben. Dat zou kunnen. En Bianca zegt slim om alles meteen op het strand te doen. Nou, ik wilde deze dus ook op het strand doen, maar dat paste niet. Omdat er dus... je plaatst niet alleen het huisje, maar er zat ook een heel gebied omheen. Omdat je natuurlijk spulletjes er omheen moet zetten. Maar waarschijnlijk als die huisjes klaar zijn, kan ik ze wel op het strand dumpen, zeg maar. Maar op zich is deze plek om nu huisjes te plaatsen niet heel erg. Want het moment... Oh, oeh. Ik wou zeggen, het moment dat ik ga beginnen met terraformen, denk ik dat ik ga beginnen rond het stadhuis. Dat ik sowieso de ingang wil ik even inspiratie voor zoeken. En voor het stadhuis wil ik inspiratie zoeken. En dan kan ik daarna een beetje bedenken, nou, wat wil ik met de huisjes? Wil ik ze, waar wil ik die kwijt? Een buiging! Dat is een gekke... Hoe heet het? Ik heb nu blijdschap, zwaaien, applaus en verrassing. Nou, dat zijn op zich logische dingen om als eerste te krijgen. Maar buigen? Ik had niet verwacht dat ik die nu zou krijgen, zeg maar. Maar oké, laat even schelpen verkopen voor klingels. En ik wil ook wel even weten wat de dagtopper is. Oh, ik moet zo ook even fruit uit de bomen halen. Want dat moest ik doen voor Noekmaals. En ik zie telefoon en zo. Ik ga even geen spullen kopen. Wat is de dagtopper? Een lessenaar. Ja, ik wil zeker iets verkopen. Ik heb schelpen en schelpen en schelpen en schelpen. En ik moest ook onkruid verkopen. En nog meer schelpen. En nog meer schelpen. Ja hoor, kom maar op met het geld. Hoppatee. Ja, dit vind ik zo irritant, hè. Laat me gewoon die deur uitlopen. Moet ik eerst weer stilstaan vanwege dankjewel. Kijk, nog meer noekmaals. Hoppatee. En wat krijgen wij? Laat de fruitbomen groeien. Ja, maar dat wil ik niet, want ik heb er al zoveel. Oké. Oh ja, wat hadden die? De postfles. Het is een ijzeren stellingkast. Die had ik nog niet. Wel op mijn vorige eiland, maar nu nog niet. Pling. Ja, laten we eerst even naar de steentjes gaan. Hier is een steen. Oh. Oh, wat leuk. Jij bent er. Ja, bij jou koop ik wel elke keer. Want jij bent er natuurlijk maar eens in de zoveel tijd. En ik koop altijd dan een tapijt. 3 keer. Een groot, een middelgroot en een klein. Dan heb ik van alles 1. Plus je krijgt dan een gratis muur of vloer. Dankjewel. Ja, groot tapijt. Ik wil nog meer. Ik wil ook een... Een kleine. Die maat is een goede maat, zegt hij altijd. Ja, dankjewel. En ik krijg een kaartje. Zo. Ja, ik wil ook een middelgroot tapijt. Zo. Ik weet niet of dit geld uitgeven ook telt voor je Noekmaals. Omdat het volgens mij moet dat specifiek in de winkel zijn en niet bij haar. Ik wil alles. Doe ik altijd. Als Sahara er is, dan wil ik en een klein, en een middel, en een grote tapijt. Dan heb ik ten eerste 5 kaartjes. Dus dan krijg ik ook meteen een behang of een vloer erbij. Laten we een... ik heb vorige keer behang gedaan. Laten we nu een vloer doen. Plus, omdat ik dus... Dan heb ik als het goed is nu 1 kaartje ook over. Die doe ik in mijn opslag. En dan heb ik over een tijdje ook daar weer kaartjes van over. Nee, nu ben ik klaar. Even kijken. Ja, zie je, nu heb ik 1 kaartje over. Dus als ze dan 5 keer geweest is... Oeh. Die moest ik ook hebben.
Zo. En je mag weer terug de grond in. Zo. Neem ook mee. Schorpioenen! Ik heb er al één gevangen. Die zit al in het museum. Dus ik hoef niet mijn best te doen om te vangen. Kan natuurlijk wel goed zijn voor de klingels trouwens. Oké, dit is mijn huisje nu. Ik heb dus deze cinnamon roll die ik heb meegenomen. Omdat die krijg je natuurlijk alleen met die Amiibo dingen. Die hadden een paar vrienden naar mij toegestuurd op mijn vorige eiland. Dus die heb ik meegenomen. Ik heb de dingen van Pasen meegenomen die ik had. En dus alle carnavalsdingen. Ja, schattig hè. Oké, laten we even gaan kijken. We hebben een nieuwe vloer. De futuristische vloer. Nou, laat maar zien. Dit is misschien wel leuk als ik eenmaal een kelder heb. Dus die gaan we zeker bewaren. Maar ja, mijn opslag. Oh, die past nog in opslag. Oké, sneeuwvloktapijt. Leuk voor de winter. Die houden we. Dan hebben we een kleine rode... Simpele kleine rode mat. Had ik die niet al? Volgens mij had ik die de vorige keer ook al. En een groen harig tapijt. Wie Pukkie wacht? Jij bent live? Ik ben live. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Die gaan we wel verkopen. Dat is de verkeerde knop hier. Oh, dit is een gewoon rood tapijt. Wat is het verschil met die? Dit is een simpel klein rode mat. Oké. Ruimte in de opslag is vol, hè? Oh nee, ik kan nog één ding. Dan doen we de sneeuwvlokken tapijt in de opslag. En deze past misschien wel, omdat ik dat al in de opslag heb. Nee, helaas. Die past misschien wel. Ja. Die past ook. Past die? Nee. Wacht, ik heb ijzer, kleihompen en steen. Nou, we halen die stenen wel uit. En dan gooi ik wel ijzer in mijn opslag. Zo. Oké. Gaan we die steen verkopen? Die zit ook al vol. Zit die al vol? Nee, die kan nog wel weg. Oké, nou, dan... die twee tapijten doen we weg. Nou ja, die rode kan ik nog wel even bewaren. We doen wel die groene harige doen we weg. Het lijkt een beetje een rioolkleed. Ja. Het lijkt een beetje zo'n bontvachtje. Alleen dan beschimmeld. Prima hoor, Dagmar. Hoe is het met jou? We zijn lekker het nieuwe eilandje aan het bekijken. Voor het eerst nu op stream. Waar jij mee hebt geholpen. Oh, laat ik meteen ook even fruit. Fruit. Hoppatee. Hoeveel moest ik? Verkoop fruit. Oh, 5 stuks. Oh, oké. Okay. Fruit. Fruit. Ik heb gisteren ook al fruit verkocht. Dus ik heb waarschijnlijk niet heel veel meer hier staan. Nou, dan gaan we even... Oh, hier. Oh, ik dacht ik moet het brug over. Maar dat hoeft helemaal niet. Oh, niet goed, Dagmar. Nou, hopelijk heb je wat afleiding op stream. Zo. Ik wil iets verkopen. Fruit. Dat vieze geschimmelgeval. Stenen hadden we ook zat van. En daar hadden we er zat van. Oké. Okay. Hoeveel krijg ik? 3485 alsjeblieft.
Afleiding kan soms fijn zijn, toch? Hoppatee, 300 tickets, of nogmaals dingen erbij. En wat is de opdracht? Vissen! Nou, ik wil zo even gaan kijken naar die huisjes eigenlijk. We gaan wel eerst even weer een stukje van de lening afbetalen. Het is zo gek als je weer opnieuw begint dat je denkt, oh ja, dat ging zo. En oh ja, dat ging zo. Oeh. Dat wil ik zeker hebben. Hier moest ik zijn. We hebben nog wat leuks in de catalogus. Nee, muziek koop ik later wel. Nou, dan gaan we even naar de klingelautomaat. Klingel storten. 15. Wacht. Als ik het nou even slim doe. Lening aflossen. Contant. Doen we gewoon zo. Oh, dat wilde ik niet. Niet alles. Hoppatee. Een viezel schimmelgeval. Thanks voor het clipje. Oh, heerlijk. Dankjewel, Sharon. Oh, wacht. Ik was er niet. Ik ben helemaal afgeleid. Ik was er niet klaar. Want ik heb weer genoeg om een nieuwe uit te printen. Dus dat gaan we meteen doen. Doe. Nee hoor, ik hoef niet nog iets te kiezen. Oké, ik moet zo even een briefje bijhouden met wat ik allemaal moet knutselen. Die hoort daarbij. Ik heb ook nog deze hele mooie gouden pen van Dagmar. Oké, dan gaan we even naar die huisjes toe. Dag Tom. Oké. Huisje 1 heeft nodig. Tell me. De interieurvoorwerpen. Een kersenspeaker. Oh, dit wordt het verhuishuisje. Kersenspeaker. De kersenlamp. En de pot. Oké. Doen we nu even de interieurdingen alleen. Deze heeft nodig de houtblok stereo, de houtblok tafel en een chrysantenkrans. Nou, ik heb gelukkig een ladder gekregen, dus die kan ik pakken. Mooie pen, ja, mooi hè. Je hebt smaak, Dagmar. En dan gaan we hierheen. Huisje 3. Interieurvoorwerpen. Het houten bed. Houten bed. Houten stoel. En de aardewerkkan. Oké. Nou, doen we kijken hoe ver we komen met de interieurdingen. Nee, we hebben niks om af te geven, dat klopt. De ladder heb ik nog niet gemaakt, hè? Oh jawel, die heb ik wel gemaakt. Oké, wat hebben we dan nodig voor de chrysantenkrans? Want als ik toch hier sta. 3 witte, 3 gele, 3 rode. Oké, en had ik trouwens al mijn opdracht voor de... Ja, ik zat zo te kijken. Had ik de opdracht voor het onkruid verkopen al? Maar die had ik al. Oké, nou. Rood 1. Wit 1. Geel 1. Rood 2. Wit 2.
Geel 2. Rood 3. Wit 3. En geel 3. Oké. Okay. Dat is de chrysantekrans van huisje 2. Voor huisje 2... Ook voor de rest geen hout of takjes of twijgjes of zo. Moest ik dus ook de houtbloktafel en de houtblok stereo hebben. Houtblok speelgoed. 3 keer zacht hout, dat heb ik wel. Oh, plus nog een keer 8. Waarom zeggen ze dan niet gewoon 11 keer zacht hout? Moet ik eerst dit gaan maken met 3 zacht hout. En daar nog eens een keer extra zacht hout voor dit. Dus 11 keer zacht hout. En voor de stereo... 3 plus 5 is 8 plus 11 is 19 zacht hout en een ijzerklompje. Dus eigenlijk nog 19 zacht hout. Als we toch hierboven zijn, laten we eerst kijken of we wat uit de bomen kunnen slaan. Ja, omdat ze graag moeilijk doen. Nou, inderdaad. Kijk. Dat is al 1. Laten we ook meteen eventjes die meenemen. Hoppatee. Woehoe. Oké. Volgende boom. Ik ga niet schudden hoor. Dus als die wespen komen. Weet je hoe vaak ik al geprikt ben in de afgelopen dagen. Ik heb geen zin om eerst die bomen te schudden. Ja, yes. Weer zacht hout. Volgende boom. Hebben we hier donker, licht, donker. Oeh, veel plezier, dacht maar. Lekker creatief bezig zijn. Oh, ik kan nu niet zien wat eruit valt. Wat heb ik? Dat is gewoon hout. Dat is gewoon hout. En wat ligt daarachter? Nee, weer gewoon hout. Ik wil zacht hout. Dat is donker. Dat is normaal. Oeh, volgens mij was die licht. Kijken. Ja, zacht hout. Top. Next. Donker. Licht. Yes. Nou, in ieder geval van alles 1. Oh! Die vlinder had ik nog niet. Donker. Gewoon. Gewoon. Ja, hallo. Ik wil zacht hout. Ja. Oeh, kijk. Krijg je hier 2. Sharon zegt gewoon hout vind ik altijd wel fijn, want dan kom ik tekort. Ja, ik heb wel zacht hout in mijn huisje, maar als ze nu toch hierboven zijn, denk ik, kan ik net zo goed even wat hakken. Zo. Ah, top, weer eentje. Dus ik moest er 19 volgens mij. Dus laten we eerst al deze bomen hierboven afgaan. Dit is niet zo'n heel groot stuk. We zijn al bijna aan de voorkant. En dan kan ik even kijken hoeveel ik er dan heb. Ja, hier ook weer. Top. Het is wel wennen hoor. Weer zo'n kaal eiland. Geen voetpaden. Geen hekjes. Maar dat komt wel weer. Ik doe dit keer ook rustiger aan. De vorige keer, ik had natuurlijk op 4 december kwam mijn Switch binnen. Ik ben ook op 4 december toen meteen Animal Crossing gaan streamen. En een week later ging toen die tweede lockdown in. En toen heb ik echt elke dag Animal Crossing gespeeld. En soms ook echt wel uren achter elkaar. Dan had ik gewoon de Switch aan de televisie gekoppeld. En dan zat ik op de bank. Oh nee. Ja, ouwe. Nou, op zijn minst krijgen we wel 3 keer zacht hout voor. Dat is wel fijn. Maar ja, ik had dan de Switch aan de televisie gekoppeld. En dan zat ik gewoon... En om Crossing te spelen, toen ging het echt heel hard. Ik had volgens mij in, wat was het, 1,5-2 maanden... alle 5 sterren eiland. En op een gegeven moment wist ik ook niet meer zo goed wat ik nog wilde doen met terraformen. Ik was bijna klaar. Plus dat de enige wijzigingen die ik echt wilde maken aan mijn eiland... waren wijzigingen die ik niet kon maken. Zoals het verplaatsen van je stadhuis. En
de uiteinde van de rivier. Dus toen dacht ik, nou weet je, dan beginnen we opnieuw. Dan kies ik ook echt de perfecte combinatie die ik hebben wil. En dan hoop ik nu dat ik gewoon... Dat dit het ook is hoor. Dat we voor de rest nu gewoon op mode spelen. Niet dat ik daar nou nog een keer opnieuw hoef te beginnen. Oké, okay, nou volgens mij heb ik zo'n beetje elke boom wel gehad. We moeten even die kant op rennen, want daar is een ballon. Terwijl mijn zakken vol zit ook. Oh, Wisp is er ook weer. Jeetje, het is druk hier. Oh, hier. Niet naar beneden, niet naar beneden, niet naar beneden, niet naar beneden. Nu sta ik toch hier. Niet naar beneden. Godzakken. Niet naar beneden. God. Dan moet ik mijn ladder pakken. Oké. Okay. Nee, niet die. Die. Ja, oké. Okay. Goed staan. Als het klingels is, zou het heel goed uitkomen. Oh ja. Zakken zitten vol. Wil je er iets voor ruilen? Ik wil er zeker iets voor ruilen. Laten we... Wat ga ik neergooien? Dit ding. Cadeautje. Een pied de poeljurk. Oh, ik kan het niet dragen nu. Oké. Okay. Nou, dan gaan we Wisp weer van een hartaanval bezorgen. Dat was er van de week ook al. Ik denk, nou, laat je me voorlopig met rust. Nee, je bent er nu alweer. Noemt hij mij een spook, hè? Ja, ik heb wit aan, maar... Ja. 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 Ja, dankjewel. Met dat oog. Kijk wat pech met dat oog. Oké. Okay. We gaan één huisje, het interieur, nu van afmaken. En dan gaan we wel, want ik zie daar al een wisp zweven. Maar mijn zakken zitten vol. Dus ik kan nu toch niks. Zo. Oké. Okay. Ik wil iets maken. Laten we eerst even beginnen met de krans. Want dan heb ik meteen twee plekjes vrij in mijn zak. Woehoe! En dan gaan we nu die... even kijken hoor. Ik moest twee keer houtblok speelgoed. Die. Dat was één. Woehoe! En nog een keer. Woehoe! Oké, okay, en dan moest ik even kijken hoor. Een houtblok stereo en een houtblok tafel. Nou, die kunnen we maken. Dus dat is top. Ik vind het alleen gek hoe je van speelgoed een tafel maakt en van speelgoed een stereo. Zo. Kijk, nou is alles voor huisje 2 klaar. Ja, de binnenkant dan. De exterior dingetjes nog niet. Netje. Hoi Eva, welkom. Kijk, of we ondertussen nog zo'n spookgeval tegenkomen hier. Spooky, spooky. Nee, niet daarachter. Dat is weer een beetje jammer. Nou, huisje 2. Laten we even de spulletjes inleveren. Interieurvoorwerpen. Allemaal. Hop, hop, hop. Zo. Toppie. Oké. Okay. Wisp, waar ben je? Oké.
oversteken. Dit vind ik wel jammer. Ik mis al mijn bruggen en mijn trappen. Ik heb nou gewoon 2 plekjes in mijn zak voor niks. Omdat ik daar natuurlijk zo'n polstok voor nodig heb en een ladder voor nodig heb. En ja. Ik kan niet wachten eigenlijk dat ik straks weer mag terraformen. Dat ik dan gewoon dat niet meer nodig heb. Dat ik gewoon bruggen kan plaatsen. Nee, niet oversteken. Godzakken. Waar ga je heen? Tuurlijk. Ik kwam naar jou. Zo, dat is 2. Nou, gaan we weer. Oeh. Thanks, hè, Dagmar. Jij denkt, dit kan niet. Er moet wat bij. Wil je wraak op de moderator stream? Oké, de nerdbril. Het is elke keer de nerdbril. Vind ik niet erg hoor. Die vind ik leuk. Nee, dat is het niet. Where did it go? Yves zegt, ik doe nooit meer iets met wispril. Sowieso bijna geen Animal Crossing meer. Nou, ik ben dus nu opnieuw begonnen. Maar ik heb dus inderdaad op mijn oude eiland. Dacht ik op een gegeven moment, ja, het is goed met je. Maar nu... Nu ik opnieuw begonnen ben, is het wel handig om aan extra spulletjes te komen. En de Flapper Girl hoofdband. Die is leuk. Ik heb wel een starting. Oh, Björn komt er ook nog achteraan hoor. Ik denk we zijn klaar. Nee, we zijn niet klaar. Het kroontje. Yves zegt ik wil voor de 5e keer opnieuw beginnen. Alleen heb bijna al je dreamies. Oh ja. Ja, ik had op zich wel leuke villagers. Maar niet per se dat ik iets had van... Oh, die wil ik echt niet kwijt of zo. Hoi Kim trouwens. Nee. Oh, ik zat nog te twijfelen. Zal ik hem uitlaten vanavond? Nee! Marlena! Marlena! Nou, gooi ze maar in de chat, jongens. Marlena, wat doe je me aan? Ik wil molenbrilletjes zien in de chat. Hoppatee, gooi ze erin. Goedenavond. Waarom? Oeh. Kijk, daar komen al die molenbrilletjes. Thanks, hè? Thanks, hè? 2 brillen achter elkaar. Het drukt echt op mijn gezicht niet normaal. Oké. Zo. Wat waren we doen? Oh ja, we waren Whisk aan het vangen. En Sven zegt, hey, thanks voor het clipje, Sharon. Daardoor wist ik dat Kim live was. Nou, je komt op een lekker moment binnen. Ik droeg 5 minuten geleden niks en nu draag ik 4 dingen. Ik kijk nu door dubbele glazen. Oh, daar is er weer 1. Dat is 3. Oké. Waar is nummer 4? Nummer 4, kom maar hier. Hoi Josie, Janne, welkom. Hey Dagmar, je hebt gisteren je statement al gedaan over naapers. Oké, dit is echt niet comfortabel op mijn gezicht. Ik hoor een cadeautje. Waar? Die kant op. Cadeautje. Ik had dus gisteren had ik vallende sterren en ik stond zo met een hengel in mijn hand langs het water. En ik doe mijn camera zo en ik druk op A en... Mijn poppetje gooit die hengel in het water. Dat ik denk, oh ja. Een onderwaterwand. Kijk dat oog ook echt. Oh, Marina wil weg bij Yves. Oeh, fancy. Oh, ik kan hem nog maken ook. Want, nou ja, ik heb natuurlijk al mijn schelpen verkocht, maar... Het is wel iets wat ik
eventueel morgen zou kunnen maken als ik weer langs het strand ga. Wat waren we doen? Wisp. Dat is oké. Hey Annette. Jij komt zeker blij binnen nu je ziet wat mijn toestand is. Ik voel hem ook langzaam naar voren glijden trouwens. Wist waar ben je? Oversteken. Wisp. Kijk, ik zit te twijfelen, want je hebt hier dus een heel mooi, tof, groot stuk steen. Met een strandje. Ik zit te twijfelen of ik uiteindelijk mijn huisje dus hier wil hebben. Of dat ik hem misschien helemaal aan de rechterkant wil hebben, waar Red dan ook met zijn boot komt voor de schatten, zeg maar. Dus ik weet nog niet zo goed. Ik ga ook weer op Instagram zoeken weer naar inspiratieplaatjes voordat ik ga terraformen. Want ik weet niet of ik mijn huisje weer op een eilandje wil hebben, zoals ik de vorige keer had. Wisp. Zie je daarboven? Nee, daarboven niet. Wisp. Zie je hierboven? Nee. Oeh, zag ik daar wat? Ja, daar is die. Ja, ik snap niet dat mensen houden van streams kijken op de laptop. Ik kan dat echt niet, Sven. De enige keer dat ik een stream kijk... Of op de telefoon bedoel ik. ik kijk juist streams op de laptop. Maar streams op de telefoon, de enige keer wanneer ik dat doe, is als ik It Takes Two met Dagmar aan het doen ben. Want dan heb ik zeg maar mijn telefoon met Dagmar stream voor mijn neus. Oké, nog één stukje. Het voelt weer net als Pasen. Die paaseitjes zoeken. Dat was trouwens ook Sven. Dat was mijn laatste Animal Crossing stream op Twitch. Die met Pasen. Oh nee, dat is die grote. Ik dacht, yes. Nou, niet hier. Even oversteken. Laatste stukje, waar ben je? Waar? Kijk hier, oeh. Hier helemaal rechtsachter is dus het strandje van Red. En heb je dus ook weer heel mooie grote stenen. Dus ik weet ook nog niet of ik hier eventueel zou willen wonen. Of dat ik hier het museum ga neerzetten. Ik moet echt weer opnieuw gaan zoeken naar inspiratie daarvoor. Trappetje heb ik nodig. Sven had 2 maanden geleden zijn paasfout vinden gaan. Ja, ik had dus opgezocht. Het was het begin april en nu is het begin augustus. Dus het is echt gewoon 4 maanden geleden. Dat ik dat heb gespeeld. Op stream dan. Animal Crossing. Ik heb volgens mij nog wel offline gespeeld. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik toch het idee had om opnieuw te gaan beginnen. En toen ben ik het ook niet meer heel veel gaan spelen en gaan streamen. Nou, zullen we het fossiel naar binnen brengen dan? Kan je huisjes op die stenen zetten? Dat wist ik niet. Als dat kan, dan wist ik dat niet. Ik weet wel dat je spulletjes op die stenen kan zetten. Dat weet ik wel. Kun je iets analyseren? Deze. Wat is het? Een kwetsel. Coat, lus, kop en romp. Die had ik volgens mij al ingeleverd. Ja, zie je, deze heb ik al ingeleverd. Kan ik die verkopen? Mami Klingels. Nee hoor. Doei. Sven zegt, ik heb het nu ook al een hele tijd niet gespeeld en net pas opnieuw begonnen. Oeps. Annette zegt volgens mij niet, maar ik... ze heeft het ook niet geprobeerd. Nee, ik lijkt me ook niet dat dat kan, toch? Want ook als je bijvoorbeeld hier zo, dan zegt het toch ook, ja, te dicht bij de klif of te dicht bij het water... Ja, iedereen begint opnieuw. Oh. Dit zit niet comfortabel, jongens. Oh, daar is die. Hier is die. Yes. Oké, terug. Sharon, wil jij een poll maken?
Iets duurs of iets nieuws? Waar is die nou? Daar. Hallo vriend. Mag je ze terug? Alsjeblieft. De eerste keer dat ik dit deed, dacht ik, nee, ze vliegen weer weg. Omdat meestal als je iets aan een villertje geeft, dan is het zo, alsjeblieft. En nu gaat het fladdert het alle kanten op. En ik had een echt de allereerste keer dat ik toen voor Wisp dit deed, dan had ik echt, oh god, nou moet ik er weer allemaal gaan achteraan aangaan. Maar... Nee, hij heeft alle stukjes weer terug hoor. Oké, maar de vraag die komt eraan. De poll is net begonnen. Iets duurs of iets nieuws? Stem er maar op. Want we krijgen een beloning van de witte vriend. Een leuk behangetje zal vast naar je smaak zijn. Ik kan je iets geven wat je nog niet hebt. Of ik kan je iets duurs geven. Wat heb je liever? Oeh, gelijkspel. Op dit moment is het gelijkspel. Oh, nee. Ik wou zeggen, oh nee, toch niet meer, maar toch weer wel. Oh, toch weer niet. Volgens mij wordt er gestreden met puntjes. Pulspuntenoorlog is weer in gang hoor. Maar zo te zien gaat de voorkeur lichtelijk uit naar iets nieuws. En ik weet dat als je iets duurs zegt, dat je dan niet per se iets duurs krijgt. Omdat hij dan zegt, ja, ik kan de waarde van niets inschatten. Maar nu maakt het me toch niks uit, want ik heb bijna geen inboedel. Dus alles wat hij geeft is voor mij nieuw. Maar de optie is iets nieuws met 63% van de stemmen. Iets nieuws. Een roze golfplaatwand. Vaarwel. Mipukkie, jammer. Ik wilde hem gelijk houden. Thanks, hè? Dit vind ik soms lastig. Als het een winderige dag is op het eiland, dan denk je, dan denkt, is het wind? Of word ik een cadeautje? Volgens mij heb ik die nog niet. Ja, die hadden we nog niet. Het is een alpenboktoor. Helderblauw, net als de lucht boven de bergen. Ach, bril zit niet lekker. Wat ging ik ook alweer doen? Oh ja, we kunnen even... daar zie ik nog eentje die ik nog niet heb. Goed zo. Een wandelend blad. Sven is nog steeds aan het wachten op de beste pol om punten in te zetten. 47.000 punten. Oei, oei, oei. Nou, het is maar goed dat dat niet dezelfde punten zijn als je tickets. Want anders had ik nu helemaal ondergezeten. Heb ik alles? Er zit stiekem nog eentje. Oké. Doodoo. 47. Oh, en Annette heeft 30,3k pulspunten. Roze golfplaatwand. Nee, we doen wel weer die. Gaan we die andere wel verkopen? Die mag in opslag. Hout, past dat in de opslag? Dat is die knop. Nog 3 daarvan. En daar passen er wel wat veel van. Wacht, dan doe ik het anders. Dan halen we die eruit. Die van 14. En dan stop ik die van 30 terug. Haha. Zo. En daar konden er 3 van. Dus
eentje pakken en die kunnen weg. Oké. Nou, dan gaan we nog even dat foeilelijke kleed of behang. Dat noemen ze ook behang, hè? En dan zijn het van die platen dat je denkt, dit is niet iets wat je nou echt behang kan noemen. De winkel is nog open. Oké. Even kijken hoor, wat gebeurt er nou in chat? Want ik zie Sven zeggen, oh, dan ga ik weer sparen tot je er bent. Ik wil iets verkopen. Dit lelijke ding. Nou, van dat hout hebben we ook genoeg. Die mag dus ook wel weg. En die mag weg. Neem het maar mee. Thank you. Boedoe. Hey Kitty, welkom. Ben je al aan het voorbereiden op je weekendje weg? De schoonste vrouw van België is aanwezig. Doe maar, Kitty. Die kan je mooi in je zak steken. Maar dacht maar, wat ben jij dan? Als Kitty de schoonste vrouw van België is. Toch maar naar de schoonheidsspecialist geweest om te ontstressen. Ah, nee, dat is niet waar, dacht maar. Ja, misschien moet Kitty zeggen wat Dagmar dan is. Aangezien Dagmar zegt dat Kitty de schoonste van het land is. Kitty, wat is Dagmar? Ik moet die hebben. Schep, schep, schep. Hardhout en ijzerklompje. Nou, die heb ik in mijn zak. Dus eigenlijk alleen nog 5 hardhout. Okidoki. Dat is niks. Kitty zegt, Dagmar is de liefste vrouw van heel België. En ondertussen zegt Dagmar. Maar ik had het niet over Kitty, ik had het over mezelf. Wat een liefde. Nee jongens, gaat dit ook stuk? Daar ging mijn stenen bijl. Wat heb ik nodig voor de stenen bijl? 5 takjes en steen. Ja, jongens. Stenen heb ik allemaal verkocht. Oh, wacht. Ik heb nog wel. Echt, ik wil niet uit mijn inventaris dat gaan bewaren. Ja, het ging op zich best hard, Annette, want... Als je kijkt naar de DIY's. Nou ja, de gereedschap heb ik natuurlijk gewoon. Dat is compleet. Behalve de gouden versies dan. Je kreeg een setje met standaard dingen. Waar dit in zat en een kampvuur in zat en zo. Maar ik heb natuurlijk die 3 startershuisjes geplaatst. Dus dan krijg je een hele hoop DIY's erbij. Van die spullen die je voor die huisjes moet gaan maken. En ik heb er ook 2 uit een ballonnetje geschoten. Dus dat helpt natuurlijk ook. Even kijken. De steen bij de... winkel of bij het stadhuis hadden we al. Deze hadden we nog niet gebruikt. Kijk, nou heb ik hier gewoon steen. Zo. Oké, en dan moest ik 5 takjes hebben. Laat ik dit keer maar wel een net pakken. Want als ze me nog een keer pakken, dan ben ik eraan. Geef mij takjes. Oeh. Ja, die hoef ik niet. Een wandmodel springhaan. Nee, dank je. Kunnen we wel weer verkopen. Dat scheelt. Ik wou zeggen, is het hem onderaan of zo? Hoppatee. Thank you.
Sven zegt, valt nu pas op dat je een paarse pet hebt gekregen. Wat grappig. En een paarse bodywarmer, wat het ook is. Ja, die paarse bodywarmer kreeg ik net van Sheldon. En die pet heb ik gekocht met in de Nook catalogus. Want mijn eerste outfit die ik aan had... Nou, dat was echt niet oké. Mijn vorige, ik weet nog dat ik opnieuw begon, of dat ik voor het eerst begon, op 4 december. En toen had ik letterlijk een zwart-wit gestreept shirt aan in het echt, maar ook mijn poppetje in Animal Crossing. Dus dat was heel grappig. Maar wat nu mijn outfit was, ik kreeg volgens mij deze broek en dan dit shirt met deze schoenen. Dat je denkt, serieus? Denk, daar maak je me niet gelukkig mee. Dus toen had ik een sterretjes tanktop en een spijkerrokje gekocht. En sneakers en dan een petje. En inmiddels heb ik wat meer kleding nu. Oké, takjes. Nee, takjes. 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 Ik met takjes. Ja! Dat is één, toch? Ja, helaas wel. Takjes. 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 Die beginoutfits zijn nooit heel mooi. Nou, dat viel bij mij dus de allereerste keer wel mee. Toen ik dus begon. Want toen had ik gewoon een spijkerbroek aan. Donkerblauw. Een zwart-wit gestreept t-shirtje. En de groene instappers. Dus dat was een prima outfit om mee te beginnen. Maar de outfit die ik nu had. Wat ik trouwens persoonlijk ook heel raar vind. Want toen ik begon was het 4 december. Dus het einde van de herfst. En toen kreeg ik dus een t-shirtje. En ik ben nu vorige maand begonnen, eind juli, wat de zomer is. En dan kreeg ik een shirt met lange mouwen. En je denkt, Animal Crossing? Volgens mij heb ik toch echt duidelijk aangegeven dat ik dit noordelijk halfrond speel. Gaan we dezelfde boom blijven schudden? Oké. Okay. Oh ja. Nog meer. Hé! Hey. Nog meer. Oh nee, nou houdt het op. Maar, oh, ik heb er 6. Oké. Okay. Ja, naar binnen. Ja, daar hebben ze echt niet over nagedacht, Kitty. Dat ik denk, waarom krijg ik 4 december een t-shirtje? En eind juli een shirt met lange mouwen. Dat was echt vreemd. Nou, we gaan weer wat maken, want de boel is weer stuk. Eerst die. Woehoe! Ik ben opnieuw begonnen, ja. Woehoe! Ja, kan ik die bijl al... Of die schep, wat was het? Een schep of stuk? Nee, wat moet ik? 4 hardhout nog. Okidoki. Annette zegt, je kan redelijk vaak uit dezelfde boom schudden. Alleen komt er niet bij elke schud wat uit. Dus gewoon blijven schudden. Nou, we gaan nu weer hakken. Ik moet nog 4 hardhout. Dat is, ja, hallo, nou hoef ik geen zacht meer. Nu wil ik hard. Kitty heeft haar allereerste eiland nog steeds niet klaar. Nou, ik was met mijn vorige eiland ook nog niet klaar. Ik had alleen nog maar 2 stukjes. Die eigenlijk nog afgemaakt moesten worden. Nou, 3. 2,5. Laat ik het zo noemen. En... Ja, en ik raakte daardoor eigenlijk al niet meer geïnspireerd. Want ik was bijna klaar. Toen dacht ik, ja, wat wil ik nog? En je kan wel heel leuk dingen omgooien of pleintjes maken of dat soort dingen. Maar de echte veranderingen die ik dus wilde was een stadhuis op een andere plek. En dat een van mijn 2 rivieruiteindes op zijn minst op de zijkant zou zijn. Want ze waren allebei bij mij aan de voorkant. En nu heb ik er 1 aan de zijkant. En ik heb dus mijn stadhuis nu de verst mogelijke plekken die ze aanbieden. Dus er zit lekker veel ruimte tussen mijn vliegveld en het stadhuis. Dus dan kan ik straks als ik ga terraformen... Wil ik eerst gaan bedenken van, nou ja, wat wil ik met mijn stadhuis? En dan dat gebied eerst gaan maken. Oké. En ik wil ook meer terraform op stream. Want ik heb volgens mij echt maar 2 of 3 keer terraform op stream gedaan. Maar het was gewoon makkelijk, want ik deed dan de switch aan de televisie. En dan had ik de laptop voor mijn neus met dan een inspiratieplaatje. En dan kon ik het na gaan maken. Maar ik denk dat het ook heel leuk is om meer terraform op stream te doen. Dan alleen maar, hey, dit is veranderd. Zo ziet het er nu uit. Dus ja, dat wil ik de volgende keer.
met dit eiland, met Moots eiland, veel meer ook de ontwikkeling ervan op stream gaan doen. Niet alleen maar het resultaat van de ontwikkeling laten zien. Omri, ligt de bank lekker? Omri? Ligt de bank lekker? Joehoe. Omri? Geen antwoord. Omri? Nee. De bank ligt zo lekker. Hij zit helemaal in zijn zen-modus. Dag maar, Omri, dat is mijn plekje. Nou, kom maar claim, hoor. Hoppatee. Oh nee, nog niet dicht. Kak. Dat vind ik zo fijn aan deze. Want nu kan ik deze doen. Ik ben al onderweg. Oké. Nou is het wel klaar. Oké, toppie. Ik heb hier lekker wat spulletjes. Ik heb nog wat insecten. Die ik kan inleveren. Oh, die kunnen we wel verkopen. Ik kan dat extra hout ook wel meteen verkopen. Is er trouwens nog iets wat ik kan doen? Vissen. Oh, de kleden telden wel mee. Hoef ik nog maar voor €500 iets te kopen. Dan heb ik die ook. En die is dubbel. Dus dan krijg ik er 4 ronden voor. Dus dat is misschien wel verstandig om te doen. Doen we dat. Annette zegt, ik blijf maar steeds opnieuw beginnen met mijn eiland. Alleen wil ik niet steeds dat mensen nog een eiland van mij in hun lijst hebben staan. Maar ik vind het begin van Animal Crossing veel leuker dan echt het terraform. Ja, het begin vind ik wel leuk. Maar op een gegeven moment dan heb je de basis een beetje gehad. En dan naar 3 sterren. Ja, ik weet inmiddels wel dat ik heel snel 3 sterren kan krijgen als ik dat zou willen. Maar dat kan voor je gevoel ook heel lang duren. Oké, die mag weg. Dit hout mag weg. En dat steen mag weg. Want daar hadden we ook nog heel veel van. En de rest blijft, ja. Ja, verkocht. Hoeveel kost dit stoeltje? Ja hoor, doe maar. Kijk, want nou heb ik. Die! En dan kan ik weer een doekmouw uitprinten. Ja, hallo. Hak bomen om. Ik hoef er 1. Oké. Okay. Gaan we 1 boom ophangen. Omhakken. Kitty zegt, alles duurt super lang en kost ook veel. Ja, en ik wil er dit keer ook meer van genieten. Want ik heb de vorige keer... Ja, ik heb, niet dat ik er vorige keer niet van genoten heb of zo. Maar ik ging gewoon te snel. En dan geniet je er op het einde niet meer van. Dus ik wil nu veel meer progressie ook op stream gaan doen. Zo. Nee! Hoe vaak dit mij niet gebeurt. Dat ik hem wil scheppen. En dat mijn ding denkt. Joh, we gaan erop zitten. Oké, nou. Wel weer extra dingetjes erbij. Zo. Hoppatee. Nou, gaan we nog even die noekmaal uitprinten. Even kijken hoeveel ik het dan al heb. Annette zegt, het komt ook omdat ik steeds iets maak op mijn eiland. Maar het werkelijk lelijk... Oh, de werkelijkheid er lelijk uitziet, dat in je hoofd. Ik moet die hebben. Kies uit de volgende diensten. Ik wil die. En dan die. Zo.
even kijken hoeveel ik er eigenlijk al heb. En ik wil trouwens niet dat jullie mijn Nook Miles tickets gaan opsturen, hoor. Dat kan trouwens ook niet, want mijn vriendenlijst is nog leeg. Maar als mensen straks of bij mij langs zijn geweest, of ik ben bij jullie langs geweest, gaan we geen Nook Miles dingen opsturen. Want dan krijg ik het alsnog weer te makkelijk. Ik zie Roosie ook Animal Crossing opstarten. Oh, ik begin het echt te voelen aan de brug van mijn neus. Nou, doen we die babystoel bij dit raam. Zo. En dan doen we die in de opslag. Ik weet dat er eentje bij het vliegveld ligt, want er ligt er al eentje cadeau. En ik heb er 4 hier. Oké, dus ik kan al 5 keer hunten. Ik ga zeker nog kijken of ik deze week nog meer Nook Miles bonnen erbij kan sparen. Want volgende week ga ik dus hunten op stream. En daar komt een heel systeem bij dat jullie kunnen daarmee kans maken op tickets. Dus de tickets waarmee jullie me nu zo heel leuk belachelijk versierd hebben. Voordat ik ga hunten op stream mag iedereen maximaal 1 villager naam achterlaten. Als jouw villager voorbij komt bij het hunten, dan win je het aantal tickets van de hoeveelste villagers geweest. Dus stel, Sharon typt in dat kanaal Apple en Annette typt Maple. En ik kom op het eerste eiland Apple tegen, dan wint Sharon 1 ticket. En ik kom op het 6e eiland Maple tegen, dan wint Annette 6 tickets, want het was het 6e eiland. En de villager die ik uiteindelijk ga kiezen, want ik ga niet een hunt doen op specifiek 1 villager. Ik ga altijd kijken, nou, wie lijkt me leuk, die ik tegenkom. Als jij een villager noemt die ik uiteindelijk meeneem, dan krijg je het dubbele aantal tickets. Dus stel het is eiland 12. Stel ik neem Melba mee. En jij hebt Melba gegeven. En Melba staat op eiland 12, dan krijg je er dus 24. Dus dan kunnen jullie extra tickets verdienen. En dan mogen jullie gaan gokken, voorspelling gaan doen wie er eventueel langs kan komen en wie ik meeneem om tickets te winnen voor hier op stream. Nou, kijken of we hier ook weer clipwaardige momenten gaan meemaken in Miitopia. Aangezien Dagmar in mijn team zit en Sven zit in mijn team en Roosje zit in mijn team, dan zal er vast wel wat gebeuren waarvan je denkt, oh, dat is leuk. Oh, wat gebeurt er nou? Die bolletjes? Ik heb post! Ik ben het burgemeester. Brr, brr, brr. Ik tril helemaal. Oké, dankjewel. Oh, we krijgen wel game tickets. Dacht maar, ja, vernoem mij maar als eerste. Ja, tuurlijk. Oké. Ik wil even... Elke Miitopia stream doe ik even iets aanpassen. Ik heb nu een staart in. Dit is een hele gekke staart. Ik heb een hoge staart. Ook weer niet zo hoog, maar het is wel leuk. Oké. Start! Oh ja, we hadden dingen gekregen. Oké. En het wordt. Net geen vakantiebon. We krijgen krantenkleding. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Ik heb gewonnen krantenkleding. Oké. Nou ja, Roosie is het kokje. Maar ik vind dit pakje leuker. Dus we gaan het effect dragen. Oké. Ik wil niet nog een keer spelen. Nee, ik wil niet nog een keer spelen. Ik heb ook niet heel veel geld. We hebben uitjesbonnen. Een koffieleuten. Oké. Nou, Roosie houdt van koffie. Oh, met wie gaat Roosie nu? Met Sven. Sven, hou je van koffie? Hoe jullie allebei lopen ook echt. Alsof jullie al 20 bakken op hebben. Diep in gesprek. Is het altijd om terug te gaan? Oeps.
We hebben niks besteld. Kijk, Roosie ook in shock. Oh, mijn koffie. Nou, we zijn weer druk maken op elkaar geleerd. Oh, hoppatee, banaan erbij. Oké, we hebben nog een uitje. Een strandwandeling, die is voor ons. Zullen we naar het strand gaan? Wij lopen wel hetzelfde. Ik dacht maar echt de zin in hoor. Oké. Wat is het leukste om op het strand te doen? Duiken en een zandkasteel maken. Oei. Wat is het lekkerste om op het strand te eten? IJsjes. Nu heb ik zin in een ijsje. Ja, nou heb ik ook zin in een ijsje. En ik heb ijs in mijn vriezer. Hey, relatie verbeterd. Wij zijn niveau 3. We hebben samen waarschuwen geleerd. Waarschuw een vriend voor een aanval zodat deze die soms kan ontwijken. Sharon zegt, ik zie je dat ook nog echt doen met Dagmar. Nou, het grappige was, Dagmar was dus hier en ik zeg uit het niks... IJsje? En Dagmar, ja hoor, dus ik pak... Of zei ik zei twisters, volgens mij. Ik heb eten. Nou, dus er zitten er al twee heel zielig te kijken. Ik moet het niet en Sven moet het niet. Jij vindt het prima. Van Roosie hebben we nog geen idee. Nou. Roosie vindt alles lekker. Dat is niet normaal. Oké. Nou, we gaan op pad. Met het hele team. Ja, betreden. Roosie is echt een makkelijke eter, ja. Hoe zou Kippuls zich voelen? Oh, Kippuls blijft me verbazen. Nou, mijn neus is niet zo blij op dit moment, kan ik je vertellen. En we worden aangevallen. Een Banshee A, B en C. Sven is aan de beurt. Zo, lekker bezig. Ik wil... Ja, vijanden ernaast worden ook geraakt. Pak die middelste. Bam! Krokodillentranen. Het raakt ze net niet. Lekker bezig, Dagmar. Oh! Iets minder lekker bezig, Dagmar. Oh, Roosie! En dat raakt ze dan weer niet. Oh, voorzichtig hoor. Onze voorzichtige dief. Yes, dat is 1. Doe ik nu 4. Roosie is wel gevoelig, ja. Hoppatee. Oh, Dagmar, het gaat niet lekker. Je struikelt constant. Roosie helpt niet meer. Nou. Oh, Sven sloopt zich uit voor Roosie. Nou, volgens mij is dit nu genoeg, toch? Oeh, ik sloop me ook uit voor Roosie. Nee, het was nog niet genoeg. Verdorie. Oh. Goed zo, Dagmar. Timmy Pukkie heeft gewonnen. Sven heeft geen gevoelens. Oké. Oeh, ik ben een niveau omhoog. En we hebben Banshee tranen gekregen. Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld. Pas op, Sven. Oh. Vorige keer was hij me aan het uitlachen en nu zegt hij houd er eens op. Of nou ja, hij denkt het. Hij zegt het niet eens. Ja, we gaan naar rechts. Boven hebben we al gehad. Oké, daar heb ik een slok van. Dagmar wil weer naar bed.
Oh, heeft Rosie een strijdkreet? Natuurlijk. Voor een strijdkreet... Oh, jongens, wie heeft er een strijdkreet voor Rosie? Wie weet er een strijdkreet voor Rosie? Laat het eens weten in de chat. Wat zou Rosie zeggen? Ondertussen ben ik aan het struggelen met mijn accessoires. Mipucky is de best, dat is toch geen strijdkreet voor Rosie? Het moet een strijdkreet zijn voor Rosie. Rijst, rijst, rijst. Waarom nou weer rijst, rijst, rijst? Wacht, ik weet wat. Hé, dat typte ik niet. Oh. Oeps. Ik klikte op de verkeerde knop en toen zei ze, ik heb er nog nooit over nagedacht. En nu is het alweer voorbij. Oh, wat is dit nou weer? Appelslijm tot en met G. Ik wou zeggen die oogjes, maar A, B en C hebben een... Nee, A is een mond, B en C is een neus. G is ook een mond. Ja, B. Bliksem! Zo! Zo, ja, hallo zeg. Onze chaotische kop. Verkeerde doelwit. Maakt niet uit. Hij is er alsnog aan. Hop, weer eentje eraan. Sven sloopt eruit. Hey ho! Nog één. Oké, hier kan ik volgens mij wel gewoon een aanval op doen. Yes! Woep! Team Kimpels heeft gewonnen. Poeh! Oh, jullie zijn nu ook allemaal niveau 5. Sven heeft stelen geleerd. Probeer snacks van je vijanden te stelen. Dit lukt niet altijd. Dagmar is ook omhoog. Absorbeer schade van een aanval op je team. Oh, Dagmar is onze trotse beschermer. En Rosie is ook omhoog. Oh, Rosie levert ons alleen goud op. Die krijgt geen extra skill. Oh, Dagmar heeft zich... Net wilde hij al naar bed en nu heb je je wel eens beter gevoeld. Oh, we worden weer gepakt. Wie moet ons nou weer hebben? Oh. Een ogenblikje. Ja, doe jij je warming-up maar even. Doe ik wel weer deze. Zo. Bam. Zo, pak aan. Oeh, geflambeerd toetje. Oh. Heb weer één weg. Stapelhoek is aan de beurt. Oh, nee, die moet je niet beter maken. Oké. Zo! Lekker, Sven. Ik heb nog 7 om 8. Dus ik kan nog... Ik doe wel vuur. Op jou. Hoppatee, weg. Pak aan! Oeh. Eerste keer geholpen! Ah. Nou, Sven heeft toch wel gevoelens. Tastoel. Oh, dit was voor mij. Oh! Nou, dankjewel, Rosie. Oh. Tijdens het gevecht even tussendoor. Hè? Geef een vriend complimentje. Zie je wel, ik wist dat het je het kon. Alsof de tegenstander ook denkt, oh, ik wacht al even rustig totdat jullie geleveld zijn. Nou, ik heb niet meer heel veel van die, dus we doen wel gewoon een normale aanval. De eerste aardige actie vergeven. Dat arme ding! Oh, nee! Oké. Het gaat nog goed. Ik heb maar een paar blauwe plekken. Oh, goud en eten. Oh, nu verhoog ik me ook op mijn bed. Ja, dat snap ik wel.
Niet overdrijven. Oh, er gebeurt weer wat. Er ligt iets op de grond. Een banaan. En we hebben een herberg gevonden. Yay! Oké, nu hebben we volgens mij wel flink wat eten. Je hebt 10 verschillende soorten monsters in Mythopia verslagen. Oké. Je krijger heeft niveau 5 bereikt. Je tovenaar heeft niveau 5 bereikt. Gaan we het nou van ons allemaal krijgen? Je dief heeft niveau 5 bereikt. Ja. En je kok heeft niveau 5 bereikt. Allemaal. Het hele team. Kijk. Oh, er gebeurt daar wat. Voor het team zorgen. Wat gebeurt daar? Laat een paar regels afspreken voor deze kamer. Oh, Sven is het er gelukkig mee eens. We moeten de kamer altijd netjes houden. Absoluut. We moeten de herberg ook altijd schoon houden. Oké, natuurlijk. We moeten de hele wereld altijd schoon houden. Nou, Rosie. Alleen wij tweetjes. Dan dans je er ook bij. Maar ondertussen nog steeds kennissen zijn. Oh, nu hebben jullie ook waarschuwen geleerd. Oké. Oh, wacht. Voor kamer wisselen. Sven en Rosie zijn 3. Maar Rosie en Dagmar zijn 2. Dan. Ja. Rosie is het laatst met Dagmar op dit moment. Ja, noemen we het even zo. Oké. We hebben eten. Laat eerst het... Oh, kijk. Ik wil al meteen geen bandje tranen. Dagmar vindt het prima. Maar ik wil even weten, wat vindt Sven ervan? Die vindt het lekker. En Rosie? Oh, nou, er is dus wel iets wat Rosie niet lust. En we hebben het slijmgelei. Nou, Dagmar heeft nog niks gehad. Wat vind jij ervan? Oh, die vindt dat lekker. Nee, ik ben een moeilijke eter. Ik weet het. Mamie lijkt op mij. Dat is echt erg. Oké, nou, dan gaan we een spelletje spelen weer. Kijk, nu is een scherpe dolk eventueel de optie. Een wapen. Een scherpe dolk. Die gaat dan naar Sven, denk ik, toch? Je hebt gewonnen. Een scherpe dolk. Of naar ja, het kan al. Kan al. Ja, ik denk dolk hoort volgens mij bij Sven. Zie je? Oh ja, zwaard. Dolk. Ik vind het wel cool. Alsjeblieft. Oké. Okay. En wilt er iemand wat uitgeven? Ik wil kleding. Waarom? Nou, koop het maar. Maar dan doen we alleen het effect, want het ziet er niet uit. Wat de... Nee! Jonge, jonge, jonge. Ik kan mezelf ook niet vertrouwen. Sven wil ook kleding. Hij heeft het wel netjes gekocht. Oké. Okay. Ik denk dat ik alleen het effect doe. Want ik vind het pakje wat je nu hebt, vind ik leuker. We hebben niet heel veel goud meer. Oké, nee, we gaan terug nu. En dan gaan we weer op pad. Het hele team. Hoppatee. Oh. Oh, we zijn door de grot heen. Kat
kasteelzicht. We gaan. Roosje schrijft zich kapot. Volhouden. Misschien heb ik toch het krantenpakje moeten geven dan. We hoeven nu nog maar één gezicht te vinden, echt waar. Wat een nachtmerrie. Hopelijk gaat deze laatste net zo gemakkelijk. Ja, maar wat als er een eng eindbaasmonster op ons afkomt? Ik doe hem even. Zo. Zo. Dat had je nou niet moeten zeggen, Dagmar. Jippie dippie doe. Dat heb ik al een tijdje niet meer gehoord. En Roosie zegt... Oh, dat was een strijdkreet van Roosie. Grutjes. Waarom kom ik daar echt pas een half uur later op? Oh nee, daar hebben we Scream weer. Niet alweer. Pa. Wat een zielige vertoning. Wat gaat hij doen? Wie is dat? Oh jee. Die hoop stenen daar is zeker slotrecruut om, of niet? En voor die luie donder van een koning heb ik een hele speciale verrassing in petto. Wow. Oké. Okay. Granny kwelgeest. Nou, dan kom ik weer met mijn bliksem. Hoppatee, lekker in het midden. Bliksem! Bam! Sven is aan de beurt. Oeh! Zo, drie tegelijk! Komt Roosje weer met haar geflambeerde toetje aan. Oh, die is wel heel sterk dan, als je zoveel aanvallen overleeft. Oeh. Sven eet zijn banaan op. Hier. Bam. Nog niet? Jeetje. Oh, Roosje eet haar toetje of de eten op. Ja, dat... Nee! 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 We hebben meer HP-bananen nodig. Nieuwe vaardigheid. Stelen! Oh! Pis van mij! Oh. Dag maar, blijf leven! Roosie, blijf leven. Kijk, Roosie fixt zichzelf gewoon even. Ondertussen lig ik daar maar op de grond. Die Pukkie eet ook een banaan. Pam. Nog niet? Nee. Wie pakt hij nou? Sven. We hebben meer HP-bananen nodig. Die weer stelen. Roosje eet een snoepje. Nee! Oh, dit gaat echt niet de goede kant op, jongens. Roosje helpt Dagmar. Jeetje. Oh nee. Nee! Nee! Oh. Eerste energieke actie volhouden. Nee, ik geef niet op. Oh, oh. Nu ben je er wel aan. Hebba. We lopen ook echt gewoon weg. Terug naar de herberg. Het feest is voorbij. Nou.
Oh, er gebeurt wat bij ons. We hebben vandaag een heleboel tijd over. Ik wil een nieuwe stijl uitproberen. Hè? Ik ben zo terug. Oh god. Wat gaat hij doen? Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het ziet er niet. Oh, wauw. Sven, doe dat maar niet meer. Geen nieuwe stijlen uitproberen, alsjeblieft. Oké. Nou, laten we dan maar een spel doen. Misschien winnen we wat bananen. Gaan we. Ervaringspunt. Oh, nee, ja, bijna. Ik heb een HP-banaan gekregen. Ja, 291. Roos, ik wil een banaan kopen. Ja, doe maar. Normaal geef ik ze geen geld voor bananen, maar het ging net niet helemaal lekker. HP-banaan op voorraad, 5. Jij wil ook een banaan. Hier, koop die ook maar dan. Zo. Oké. Dan gaan we het nog een keer proberen. Op pad. Moeten we dat hele scream gebeuren weer opnieuw doen? Ja, de Rosie niet weer. Ik wil niet nog een keer. Nou, als ik die gedachte even volhoud, ikzelf, dat we de hele wereld aan kunnen. Ja, zie je, we krijgen hem weer. Ja, daar ben je weer. Ja, ik weet dat het een zielige vertoning was. Niemand bleef leven. Ja. Laten we maar naar het gevecht gaan. Oké. Granny kwelgeest. Ja, ik ga weer mijn bliksem op jou. Bam. Oké, nu moet ik even iedereen beter in de gaten houden. Kijk, lekker Sven. Je bent zo cool! Hey, excuse me. De dag waar slam zich ook van me uit. Oh, kijk hoor. Wat doe je nu? Oeh. Schuilplek. Eén moment geduld. Ja, hallo. Ik ga in de schuilplek. Oké. Ho. Ik eruit. Nu dacht maar erin. Wie weet redt het op deze manier wel. Dacht maar eens even uit. Kijk, top. Je mag er dan maar uit. Goed zo. Nou, oh, nee. Nee, Sven hoeft er nog niet in. Maar dat mag er wel uit. Oké. We gaan dit winnen. Nog een keer bliksem. Zo. Bam. 21. Hoeveel heeft hij dan niet? Oh god. Alles goed. Oh. Weer even de schuilplek pakken hoor. Ik moet erin. Zo.
Dag maar eten banaan. Sven kan de hele wereld aan. Hebben we hem? Hebben we hem? Oh, we hebben hem. Heel erg bedankt. We hebben weer een gezicht gered. Ik maakte me even zorgen. Nou, ik ook. Hoppatee. Allemaal niveau 6 ook. Heb ik nog iets geleerd? Schoonheidsslaapje. Laat een vriend een dutje doen om zo de HP te herstellen. Oh, prachtig. Oké. En Sven heeft geleerd. Oh, niks. Heb Dagmar nog iets geleerd? Ook niks. Heeft Rosie nog iets geleerd? Gebakken banaan. Verbeter de smaak en het effect van HP-bananen. Oeh. 60 ervaringspunten verdiend. Nou, we zijn allemaal niveau 6, dus dan geef ik hem wel aan mezelf. En wat eten erbij. We hebben een herberg gevonden. Woehoe! Oké. Okay. Oh, de relatie tussen mij en Sven is verbeterd. We vinden elkaar aardig, wat fijn. En we hebben helpen geleerd. Kijk, we moeten ook zo blij zijn. Help een vriend bij zijn volgende actie om het effect ervan te verhogen. Dat is handig. Oh, er gebeurt daar wat op die kamer. Zeg, moet je horen. Wat? Wat ik nu toch gehoord heb over Kim Puls. Nou, Dagmar, kom op. Hallo? Hey. Ik wil het ook weten. Dagmar? 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 You, kom eens uit die lurk. Dagmar? Dagmar? Zegt ze, ja, dat durf ik niet te zeggen. Nou wil ik het weten ook. Ga je nog wat zeggen? Of hou je je mond? Maar ik ben bang. Oké. Ik hoor het in september dan wel van je. Ondertussen wel buddies worden met Rosie, hè? Lekker is dat. Waarschuw een vriend voor een aanval, zodat deze die soms kan ontwijken. Ja, of misschien... Oeh. Oh. Dat duik je ook. Durf je nog, Dagmar? Oké. Daar ben jij. Nou... even kijken, Rosie is met Dagmar en Sven even hoog. Dagmar kan met mij of Rosie, Sven. Ja, ik ga jou en Rosie bij elkaar zetten. Zo. Ik denk dat wij maar eens even samen op de kamer moeten, mevrouw. Jongen, jongen. Oké, allemaal vraagteken. Slijmgelei. Ik ben erg tevreden. Oh, kijk, mijn HP is omhoog. En we hebben een duivelstaart. Nou, Sven, alsjeblieft. Sven is ook erg tevreden. Oeh, kijk eens. Dat ging lekker. Ja, we hebben niet heel veel goud, dus dat schiet niet op. We hebben nog wel spellen. Gaan we weer. Wat krijgen we dit keer? En het wordt... weer een banaan. Dat is handig. Nee, we gaan niet nog een keer spelen. Oké, op pad. Oh ja! Daar moeten we heen. Piep, piep.
Kijk eens aan. Je gezichtje. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Boep. Wat een prachtige dag. Dat dansje. Ik kan weer lachen. Ik kan wel juichen van blijdschap. Avonturierster, je hebt zoveel voor ons gedaan. Daarvoor wil ik je graag mijn dank tonen. Scherpe ragout. Oké. We hebben alle gestolen gezichten gered. Wat goed. Het is ook een stuk helderder nu. Hier moeten we zijn. Zeg, hier word ik nou blij van. Het lijkt erop dat alles weer normaal is in het dorp. Dat is goed nieuws. Wat zeg ik? Uitstekend nieuws. Als reis zit echt maar zo snel. Nou, echt hè? Dus alles is nu weer in orde? Nou ja, de duistere vorst is naar het slot gegaan. Wat? Dat is slecht nieuws. Nu gaan we eraan. Jeetje. Avonturierster, wil jij achter de duistere vorst aangaan? Oh, kijk mij ook echt. Dat is heel fijn. Ik heb de burgemeestersbrief ontvangen. Dit heb je nodig om het slot binnen te komen. Ah, maar wees voorzichtig, oké? Oké. Daar. Paard. Paard. Een paard. We gaan. Er zit een gat in mijn schoen. Pardon. Paard. Wat hoor ik daar? Laten we een kijkje nemen. Een paard in nood. Is de paard een jongen of een meisje? Omri. Ben jij een paard? Wil jij een paard zijn? Ja? Ja? Oké, nou Omri wordt een paard. Omri is een jongen. Tijd om een paard te ontwerpen. Oeh. Normaal schattig vol slank koel gezet. Ja, sorry vriend, maar dat is toch echt waar. Manen. Nou, een beetje piekerig. Oeh, dat is wel heel wild. Lang. Recht. Nee, natuurlijk. Nee, ik bedoel maar piekerig. Je met zo'n rare druk. Waar ben je nou? Oh, hier achter me. Staart. Pluizig. Wild. Ja, wild. Ogen. Rond, ovaal, half open, aandoenlijk, realistisch, loenzend. Even kijken hoor, ovaal. Ook oh, vind dit wel een beetje katogen. Beenomvang. Ja, je hebt wel flinke poten jij. We doen het wel zo. Een hoorn. Wil jij een hoorn? Omri? Wil jij een hoorn? Ja? Geef jou een hoorn. Een demonische hoorn. Oh, nee. Dat vind ik weer heftig. Een tweehoorn. Een stomp. Ja, we doen deze wel. Ik vind... Die demonische vind ik iets te heftig. We gaan op voor deze. Kleur. Het lichaam. Een bleskleur. Wat is een bleskleur? Oh, dat is dat ding. Ja, dat is wit. De neuskleur. Nou, dan doen we dat wel een beetje. Jouw neus is roze. Zo. En je pootjes zijn wit. Oké. En je lichaam is zwart. Hè? Ja.
Ik ben jou aan het namaken. Lichaamskleur paars. Waarom is niet paars? Oh, dit ziet er heel... Oeh. Nee, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Maar we doen wel zo. De manen. Doen we hier wel paars in puntjes. Kijk. Doen we dit. Ja, het wordt Omri. Vandaar die hoorns ook. En de staart. Ook. Paars in de puntjes. Zo. Maar misschien kunnen we de staart dan iets... iets lichter. En dan hier ook. De manenkleur iets lichter. Fit. Oh. Ja, rek je maar uit. Dit vind ik tof. Oké. Okay. Wat hebben we nog meer? De ogen. Ja, groen hè, als een kat. Oh, dit is heel heftig. Katten een beetje. Zoiets? Die ogen zijn heel raar nu. En de hoorn. Doen we hier dan ook een vleugje paars? Nee, die vindt het donker. Ik vind op zich deze wel mooi. Oké. Okay. Lichaam gedaan, manen gedaan, staart gedaan, ogen gedaan, beenomvang, hoorns, kleur. Oké. Okay. Het paard is in gevaar. Omri, je bent in gevaar. Kijk ons allemaal in shock. Snel, we moeten dat paard rennen. Aanvallen. Sven is als eerst. Bam, bam, bam. Ja, ik hoopte al dat ik mocht. Hoppatee, lekker in het midden. Hey! Geen centje pijn. Kijk, we hebben ook nog eten. Dat was zeker snel. Rustig maar. Lief paardje. Goshi. Paard loopt gewoon achter ons aan. Hehe. Kimpuls blijft me verbazen. Ik weet niet of je me onderschat of overschat, Sven. Oh, het is ons gevolgd. Wil je met ons meegaan? Omri wil mee. Mag het paard bij je team aansluiten? Ja. Kom maar mee. Oh. Het paard heeft zich bij je aangesloten. Wanneer mag ik het een naam geven? Je hebt een herberg gevonden. Tot een ieders verrassing. Sluit het paard zich bij ons aan. Dat is een grote. Die ziet er flink sterk uit, zeg. Wat een lief. Nou. Rosie, nou. Hoe zullen we het paard noemen? Wat denk jij? Oké, Kimpuls bepaalt wat het wordt. Het wordt... Omri. Is Omri ook ergens naar vernoemd, hè? Want ik heb Ruby is mijn emotes. Mijn bit emotes. Dan heb ik Moats is vernoemd naar mijn Animal Crossing eiland. En dan is Omri is het paard. Omri, hoe klinkt dat? Omri. Mipukki, wat zeg je ervan? Omri, die naam klinkt goed. Ja, te gek. Een superleuke naam. Goed dan. We lijken het allemaal eens.
Onze nieuwe paardenmetgezel heet voortaan Omri. Nou, het wordt allemaal gevierd met confetti, je vriend. Waar ben je? Je hebt nu een naam. Ben je er klaar voor? Je heet... Omri. Nou, dat vindt hij goed. Hij staat je goed. Het zal wat zijn als hij het er niet mee eens is. Nou, hè? Oh. Omri, we worden close. Paarden zijn niet alleen lief, maar ook dapper en sterk. De relatie met je paard is bepalend voor gevechten. Om vrienden te worden helpt het om in de stal te slapen. Daarna zul je al snel je beste paardenvriend van stal halen. Oh. Omri wil me nu alweer inruilen. Zie je? Dagmar wil met mij en Omri wil met Rosie. Nou, Dagmar, hier ben ik. Zo. Oh, er gebeuren dingen. Ik moet dingen doen. Wat gebeurt hier? Ik heb een wortel voor je. Eet smakelijk. Zit Roosje ondertussen met Omri te socialize in plaats van ik? Nou, ondertussen doen Dagmar en ik ook ding. Ah, Meepucky heeft het goed gemaakt. Met een rare roddels over mij. Wat krijg ik van je? Maak het maar open. Dagmar, koop maar geen cadeautjes meer voor me. Waarom? Oh, ik ben er nog blij mee ook. Kimpuls is heel blij. Nou, ik weet niet hoor. Oh, je hebt dat bij me ook troosten geleerd. Troost de vriend wanneer deze geraakt is. Oh jee. Oh jee. Sven vindt Kimpuls aardig en zag alles. Sven is jaloers op Meepucky. Nou, ik heb niveau 6 met Sven en 4 met Dagmar. Weet je, Dagmar, ga jij maar even bij Sven dan. Dan doen we het zo. Hopelijk gaan jullie elkaar weer lief vinden dan. Oké, eten. Ragu. Rosie. Rosie vindt het lekker. We hebben nog een keer ragu. Dagmar. Dagmar is tevreden. Hoppatee, ook ding omhoog. Gnoonham. Nou ja, ik vind dat prima. En Sven vindt het ook prima. Hebben we allemaal iets van eten gehad. Top. Jullie bespieden elkaar wel veel en dat noem je een team. Nou echt, hè. Rosie wil kleding. Daar hebben we niet genoeg voor. Sven wil een wapen. Daar hebben we ook niet genoeg voor. Nee. We hebben niks. Helaas. Nou, dan is de rest voor de volgende keer. Ik ga hem opslaan en stoppen. En dan gaan we de volgende keer op pad met het team, met ons vier. En met Omri erbij. Ik ben heel benieuwd hoe jij vecht, meneertje. Ja. Oh, ik vind dit zo'n grappig spel, hè. Maar ja, dat was de stream voor vandaag. Oh, is niet erg, Sharon. Je clipt al heel veel, dus daar ben ik je al lang dankbaar voor. Bedankt voor het kijken. Volg me op Discord om te weten wanneer ik weer live ben. En wanneer er ook video's op mijn YouTube-kanaal komen. Want ik heb een kanaal dat heet Agenda in Discord. En dan kan je heel makkelijk zien wanneer je wat kan verwachten op Twitch. Maar ook op YouTube. Tot snel weer. Dag.